Een kotter van dezelfde omvang als deze Breskens 43 ligt over een paar maanden op het dak van de vismijn in Breskens. Tenminste, als de plannen van projectontwikkelaar Hipsos uit Soesterberg doorgaan. Die wil een 40 meter lange, 700 ton zware viskotter op het dak van de vismijn zetten, op 6 meter hoogte. Het moet de kroon worden op de grote renovatie van de vismijn en het visserijmuseum. Beneden in de huidige vismijn, in ons oudste gedeelte van de vismijn, komt de glazen wand met de entree en een paar winkels. En dan komt er een stijgpunt, het zal een lift wezen, die in de kotter uitkomt. De kotter kunnen ze dus bezichtigen. Die laten ze zoveel mogelijk origineel. Enkel in het visruim, daar zal dus met de allernieuwste audiovisuele middelen zal daar dus een presentatie gegeven worden. En dan kunnen ze via de kotter komen ze in de proeverij terecht, een horecagelegenheid. Vanaf de kade gezien komt de boeghoogte van de kotter uit op zo'n 14 meter. De mast haalt een hoogte van 28 meter. Niet te missen dus voor de duizenden toeristen in Breskens. De vismijn en het museum willen aan die toeristen het verhaal van de Zeeuwse visserij vertellen. We hopen dus dat het een beetje transparanter wordt. Dat het verhaal van de vis, hoe of die gevangen wordt, verwerkt wordt en verkocht wordt, dat het duidelijker wordt. En dat daardoor misschien ook de consument bereid is om voor eerlijke vis, dus vis die hier in Nederland gevangen wordt, meer te willen betalen. Als dat lukt, is dat goed voor de vissers, de vismijn en het visserijmuseum. Maar of het plan doorgaat, is nog maar de vraag. Op het moment zijn ze dus bezig, een speciaal bureau daarvoor, om te kijken of het er sowieso technisch haalbaar is. Ze hebben gesondeerd om te kijken hoe dieper de geheid moet worden en op welke diepte dus eventueel een stevige grond te halen is. Volgende week dan zullen we waarschijnlijk daar bericht van krijgen. En als het technisch haalbaar is, dan is het zeker dat het plan doorgaat. De buurman van de vismijn is positief over de komst van de blikvanger. Het is toch leuk. En schepen zijn er zat. Er zijn kotters genoeg. In elke haven liggen er wel die stoppen met vissen.